Denk jij na bij iedere ademhaling? Waarschijnlijk niet, want het gaat eigenlijk vanzelf. Voor een ALS-patiënt is dit helemaal niet vanzelfsprekend. Om hier aandacht voor te vragen is Stichting ALS Nederland de Balloon Battle gestart. Ik las een artikel in de krant dat er een doorbraak is in de behandeling van ALS-patiënten. Echt een verschrikkelijke spierziekte, dodelijke spierziekte. En ja, dat raakte mij, dat raakte mij. En ik had zoiets van, ja, daar moet ik wat mee. In datzelfde artikel stond ook aangegeven dat de ALS-vereniging een campagne zou gaan starten. Want voor verder onderzoek is natuurlijk veel geld nodig. En die campagne houdt eigenlijk in dat je een battle aangaat met iemand door een ballon op te blazen. En op het moment dat die klapt, degene bij wie die als eerste klapt, die heeft als het ware gewonnen. En de verliezer die doneert aan ALS. Nou, zo sta je dan opeens plotseling naast meneer Knol, die in zijn privé-situatie verschrikkelijke dingen heeft meegemaakt. Zijn vrouw verloren, zijn zoon verloren. En daar krijg ik dan wel kippenvel van. Wethouder Kreuk van Tiel wil met deze actie de aftrap doen voor Tiel en de regio. Zij zocht de heer Knol op. Deze oud-politievoorlichter van Tiel verloor aan deze spierziekte onlangs zijn zoon en in de jaren 70 zijn vrouw. De battle had heel wat voeten in aarde, maar de heer Knol ging de uitdaging graag aan. Oké, meneer Knol, bent u er klaar voor? Ja, proberen. Gaan we de uitdaging aan, hè? Ja, ja. Precies. Gewonnen heb. Ja, ja. Maar voor mij is eigenlijk dat niet belangrijk, want ik wil ook heel graag een donatie doen. Ja. Nou, dus gefeliciteerd en we zullen een donatie doen weer. Voor het onderzoek, hè? Voor het goede doel. Precies. Familie, vrienden en wethouder Kreuk doneerden gezamenlijk ruim €700 voor deze actie. Daag iemand uit, blaas samen die ballon op en blaas ALS de wereld uit. Aldus Carla Kreuk van Tiel. Meedoen aan deze uitdaging? Download de app en zoek op ALS Balloon Battle.